Petrus, luister nou eens even. We gaan naar huis toe. En houd het nou eens in je gedachten, Petrus. Die gewassen zijn, die hoeven niet opnieuw gewassen te worden. Maar Petrus, je voeten die bezoedel je elke dag. Die moeten elke dag door mij gewassen worden. Maar Petrus, als je eenmaal rein bent, dan ben je het voor altijd en voor eeuwig. Dan kun je er niet meer uitvallen. Dat moet je wel elke keer horen. Hè? Is het echt waar, Heer? Ben ik rein? Ben ik gerechtvaardigd? Hebt u mijn zonde vergeven, Petrus? Weet je waarom dat jij rein bent? Om het woord wat ik tot je gesproken heb. Johannes 15. En daarom ben je rein, Petrus. En niet door je daden. En niet door je dienen. Maar je bent rein. Omdat ik gezegd heb dat je rechtvaardig bent in de ogen van God. Om Christus wil. Daarom ben je rein. Om het woord wat ik tot je gesproken heb. Maar Petrus, als dat eenmaal gebeurd is, dan hoeft dat geen tweede keer meer. Want die rein is, die is eeuwig rein. Maar Petrus, je moet wel leren. Leren elke dag opnieuw om te buigen aan de voeten van je broeder. En om te buigen uit liefde aan de voeten van je zuster. Dat je moet elke dag moet leren om je voeten te laten afwassen door mij. Door mij. Door mijn reine handen, door mijn rein water, elke dag. Petrus, daarom word je nooit een grote man. En daarom word je nooit een gerechtvaardigde in jezelf. Maar Petrus, je moet dagelijks leren om van genade te leven. Zo gaan we naar huis. Eindeloze liefde. Ik durfde er eigenlijk niet over te preken. Want ik hoor mijn eigen praten. Weet je wel, want je zou wel eens, ja, wat zou je willen? Het er echt in willen leggen in je woorden, wat het echt betekent. Dat je mag zeggen, Heer Jezus, ik hou van u. Ik kan gewoon niet meer zonder u. Want u bent me liever dan mijn vrouw en dan mijn kinderen en dan mijn goud en mijn zilver. U bent mijn alles. Misschien gaan we daar maar mee eindigen. Dat Petrus zijn hart opentrekt bij het meer van Galilea. En als Jezus tot 3 keer toe aan hem vraagt, heb je mij echt lief? Dat hij op plaats zegt, Heere, kijk dan maar in mijn hart. Want mijn woorden die zijn in strijd met mijn leven. Want ik heb u nog maar een paar uur geleden, heb ik u in het openbaar afgezworen. En nou confronteert u mij met die vraag. Petrus, als ik naar jouw leven kijk, dan heb je mij niet lief. Maar Heere, toch. Ik snap het zelf niet. Ik begrijp het niet. Het klopt ook niet. Maar u weet dat ik u lief heb. Deze liefde prediken wij u vanmorgen als een gezant van Christus wegen. En de liefde van Christus die dringt ons vanmorgen voor u. Omdat u vanmorgen tot de ontdekking komt, ook voor mij. Amen.